Alle kijkers van YouTube, ik ben weer met Hatsa 4. Verwarring, zijn we hier gebleven? Waar ben we nu? In. Volgens mij, als ik het goed heb, zitten we nu in Canada. En zoals jullie kunnen zien, is er nog steeds heel ontzettend veel lag. Vanwege de hoeveelheid divisies. Ja, we zitten nu dus in Canada. Gedeelte ervan. Dus dan moeten we eigenlijk gewoon een beetje de nevelbeest een beetje proberen te houden. En dat is op het moment nu best wel goed bezig, denk ik. Want als het goed is, komen er nog heel wat divisies aan, als ik het goed heb. Ja, komen er heel wat aan, daarom is er ook heel wat lag. In de tussentijd, dit gebied, zo, dat is best wel een groot gebied. Ja, even kijken. Oh, dat hebben ze al gewoon van hun gemaakt, dat is nice. Oké, hier kunnen we volgens mij niet naartoe. Weet ik niet heel zeker, dus ik ga het gewoon even proberen. Even kijken, wat van de divisies? Oh, van Sinkian. Aha. Ja, ik denk niet dat we echt heel wat meer nodig hebben aan divisies, dus deze die zal ik allemaal zo nieuw, zodat ze dan niet meer hoeven te trainen, want op het moment vind ik wel dat we genoeg hebben. Nee, nou ja, jullie weten dat ik nog naar Alaska helemaal heen wil. Australië heeft dat gebied van Noord-Oost-Siberië kapot gemaakt. What the fuck is dit? Western Mediterranean? Dat zijn allemaal kubusjes van de... Hoe heet dat gebied van de... deze zee hier? We hebben ze gewoon daar neergezet. Oké, sure. Oké, ziet er eruit dat we al onze divisies nu ongeveer wel daar hebben staan. Dat is mooi. Panzerfuis 30. En nu de Panzerschrek. Echt alleen Portugal, IJsland en Bulgarije, die zijn nog echt gewoon niet in de access. Oké, nu nog IJsland en Portugal. Volksstorm en granaatwerpen. Zie je wat hier echt bij? Oh ja, dat was die, ja. Gaat er ook al iets met nucleaire dingen aan te maken? Lekker. Even proberen om daar weer even wat divisies in te zetten, want... Okay. Het wil niet heel goed gaan. Oh.
Wat is visies zijn zojuist kapot gemaakt? Oei. Dat is iets waar ik nu heel blij van word. Waar de fuck zijn deze divisies dan? Vanaf dat punt moeten we eigenlijk gewoon even daar naartoe gaan. Oké, laten we nu maar even de nucleaire kant op gaan. Even night fishing kan ook nog wel even gelijk erbij. Ja. Doe maar iets. Dat is wel raar. Heel wat divisies zijn weg opeens. Maar ja, dan moeten we maar gewoon even via de andere positie proberen. Via dit of zo. En dan gaan we gewoon richting Verenigde Staten als eerste. De U-boat effort. Kom, de geallieerden moeten tegen dit gaan vechten. Tegen de Berlin-Moskou Axis. Dat gaan ze niet winnen. Dan moet ik deze gebiedjes ook even overnemen. Eerst even doen. We zien hoe zit het met onze Navels Invasion. Oh, we hebben geen superiority in die zeeën. Oh ja, onze boten zijn aan het repareren.
Het is gewoon 1944. Vanaf dit gebied kunnen ze ook nog heel wat doen. Okay, die mag even allemaal weggehaald worden, denk ik. Want die plannetjes die willen nog op een moment natuurlijk nog niet. Maar kunnen ze dan wel. Oh ja, dat hebben we al. Oké, dan wil ik vanaf dit punt dat jullie naar Boston toe gaan. Misschien een dom idee, maar hé. We moeten wat. Kunnen we onze vloot dan toevallig nog even neerzetten? Zo. Oké, die hadden we al geregeld. Hopelijk kunnen we dan een nevelgebied in. Nou ja, dat punt hebben. Atomic research is completed. Nu ga ik even voor de nucleaire reactors. Oké, ja, dan moeten ze natuurlijk wel eens even bij Wilhelmshaven neergezet worden. Wanneer ze dat hebben, dan kunnen ze. Ja. Dit gebiedje toe. Oh, ze zijn al onderweg, mooi. Let's see, Boston. Ja, dat zat er wel aan te komen dat we natuurlijk een assistance van de Verenigde Staten zullen krijgen.
Ah, nee toch. Ja, hier is een naval base. Dit kan nog wel een probleem zijn, denk ik. Waar hebben hun divisies eigenlijk al staan dan? Dat dit toch wel even de volgende aflevering moeten gaan doen, denk ik. Maar ik denk niet dat we dat nu gaan doen. Gast geen Engels, by the way. Ik ga nu dus deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef like op mijn kanaal en dan zie ik van ook weer. Later.